Hans, je was vandaag lid van een panel dat voor een zaal sprak met daarin veel dealerholding directeuren, grote jongens die het allemaal gemaakt hebben. Wat kan je deze groep mensen nou nog bijbrengen? Nou goed, ik kan spreken vanuit de praktijk wat wij tegenkomen. Wij komen natuurlijk bij holdings, bij middelbedrijven, kleinbedrijven, spreken met de importeurs. Wat ik kan bijbrengen is dat zij toch samenwerken met zowel aan de kant van importeurs, maar ook samenwerken met de kleine single point dealers, is volgens mij iets waar ze absoluut mee aan de gang moeten, want daar is nog veel te winnen. Dat zien we gewoon. Ja, die kleine single point dealer vandaag niet zo heel veel aan bod gekomen. Toen de vraag gesteld werd van is er nog plek voor die single point dealer, zeker in de buurt van grote holdings, was daar wat discussie over? Volgens jou is die plek er wel? Ik zie dat die plek er is. De single point dealer heeft inmiddels vaak, die bestaat al heel lang, vaak een echte familiebedrijf. Hebben een goed vermogen weten op te bouwen, zijn dus solvabel. Weten de klanten goed te vinden, klanten weten hun te vinden. En ik denk dat ze, en dat zie je ook al met de herstructuring die eraan zit te komen. Een aantal hebben een plek in de markt. Dat ik me gewoon afvraag of dat die grote dealerholdings die plek al kunnen innemen. Dus zij vervullen gewoon een functie in relatie naar vooral de echte klant. Dus dat zie ik. Jij bent in principe, heb je net uitgelegd, een voorstander van dat bijvoorbeeld bedrijven fuseren. Maar een grote dealerholding kan toch nooit fuseren met een kleine single point dealer? Nee, dat klopt. Ik denk dat je fuseren moet je natuurlijk zien wel op enige gelijkheid naar elkaar toe. Zij kunnen natuurlijk wel besluiten om zo'n kleine dealer over te nemen. Maar als je het over fuseren hebt, dan denk ik van dat grote dealerholdings om nog groter en sterker te worden, zouden absoluut wel kunnen fuseren. Dus zoek het meer in de gelijkwaardigheid dan, zou ik zeggen. Maar goed, kleine single point dealers liggen natuurlijk geografisch weer verdeeld. Waardoor fusies voor hun de facto onmogelijk zijn. Nou, dat klopt. Tenzij dat ze natuurlijk in elkaar de gebieden wat dichter bij elkaar zitten. Anderzijds, maar dan val ik in herhaling. De kleine single point dealer zal gewoon moeten samenwerken met die dealerholdings. En dat hoeft niet per definitie te betekenen dat die wordt overgenomen. Want dat is vaak, dat levert alleen maar problemen op als ze dat doen. Tot slot, heb je zelf nog iets opgestoken van vandaag? Nou, ik denk dat als ik gewoon even de twee hoofdsprekers zie en de discussie die bedoeld is. Wat ik ermee kan, is dat in een dagelijkse praktijk waar ik met klanten te maken krijg, kan ik over het onderwerp meepraten wat er gebeurt. Ja, ik heb meer inhoud. En ja, één ding is voor mij wel duidelijk. En dat samenwerken, ook met importeurs, ook vanuit die single point dealer, maar ook vanuit die dealerholdings. Dat is iets waar echt iets mee moet gebeuren. En ik denk dat dat toch wel de rode draad van heel het verhaal is op dit moment. Hans, dankjewel. Fijne avond. Dankjewel.